Ik wil graag dat jullie even je kamer laten zien. Dus met je webcam, met je laptop, pak hem op. Maak een rondje in je kamer en laat ook heel duidelijk je bureau zien. Zo begint het wiskundetentamen voor deze leerlingen. Via hun webcam en microfoon worden ze tijdens de 2 uur durende toets in de gaten gehouden. We zitten op afstand nu echt mee te kijken. We krijgen om een aantal minuten per leerling een webcambeeld binnen. En zo kunnen we dus ze in de gaten houden en kijken of ze wel of niet aan het spieken zijn. Ook ouders om hulp vragen en iets opzoeken op internet gaat niet. Er worden audio-opnames gemaakt. Een hele diepe zucht. En tabbladen zijn geblokkeerd. In de klas heb je natuurlijk je leerlingen om je heen zitten. En nu zit je echt alleen in je kamer of in kantoor. Dus dat is wel makkelijker, maar het is wel ongezelliger. Op meerdere middelbare scholen, hogescholen en universiteiten wordt er geëxperimenteerd met online tentamens. Sommige toetsen worden omgezet naar een mondelinge variant, via Skype bijvoorbeeld. Kennistoetsen worden open boektoetsen of er wordt, net als hier, online geserveerd. Natuurlijk komt de privacy hier in het gedrang. Alleen, dat dient wel een legitiem doel. Het surveilleren en het in de gaten houden van leerlingen of ze niet spieken. Ja, dat doen we normaal gesproken ook. En dat moeten we dus ook in een online omgeving kunnen doen. Ik word gebladerd en niets. Even lijkt het alsof een leerling betrapt wordt. Maar dit blijkt na het zien van de beelden gewoon een leeg kladpapiertje te zijn.